het is heel waardevol om dit werk te kunnen doen, ondanks ik het zelf ook heb meegemaakt. Het geeft mij ook meer motivatie om hun te helpen. Want de tijden toen ik een gedupeerde kind was, was het niet bijvoorbeeld zo heftig als wat ik bijvoorbeeld bij andere klanten aan de telefoon hoor, van hoe wat zij allemaal hebben meegemaakt. Dit is Soelaf. Naast dat ze werkt bij Stroomopwaarts als administratief medewerker, is zij ook gedupeerd kind van de toeslagenaffaire. Bij Stroomopwaarts ondersteunt zij gedupeerde ouders bij het aanmelden voor het meldpunt dat Stroomopwaarts heeft voor mensen die zijn geraakt door de toeslagenaffaire. Tot 31 december 2023 konden mensen zich melden als ze dachten dat ze getroffen waren door de Belastingdienst. Stroomopwaarts helpt ouders bijvoorbeeld bij het zoeken van een baan en er worden ook cursussen gegeven over hoe om te gaan met inkomsten en uitgaven. Maar een voorbeeld is bijvoorbeeld dat mensen bijvoorbeeld niet in staat waren geweest om de inschrijving als woningzoekende te betalen, waardoor ze jaren zijn verloren en wat lager in de uitvraag staan, nee, dat ze langer moeten wachten zeg maar, op een woning. We kunnen ze gaan bemiddelen en ervoor zorgen dat mensen wat hoger dan op de lijst komen als woningzoekende. In Schiedam hebben zich 875 ouders aangemeld bij de Belastingdienst als gedupeerde van de toeslagenaffaire. In Vlaardingen gaat dit om 714 ouders. Een gedeelte van hen heeft zich aangemeld bij Stroomopwaarts voor extra ondersteuning. Al deze ouders worden al geholpen of zijn al geholpen. Er is een wachttijd, maar dat gaat maar om maximaal 6 weken, aldus Stroomopwaarts. Soelaf is blij met de ondersteuning die zij kreeg vanuit de mensen om haar heen. Ja, in het verleden was moeilijk voor mij. Maar ik heb best wel veel steun gehad door mijn omgeving. En hier werken bij het meldpunt, ja, dan hoor je altijd verhalen van de gedupeerden. Dat raakt je wel dat raakt je eigenlijk wel. Maar ik probeer zo meer professioneel te zijn. Ik heb heel veel klanten gehad die tegen mij zeggen, niemand luistert naar mij. De Belastingdienst heeft al die tijd niet naar mij geluisterd, terwijl ik altijd zei, ik betaal netjes mijn de kinderopvang. Maar ze wisten niks van de affaire, want ja, dat was ook onbekend destijds. En zij vinden echt heel fijn dat als ze, zeg maar, dat er naar iemand geluisterd wordt, in dit geval naar hun, hey, iemand luistert naar ons. Misschien krijg ik ook hulp. Maar misschien is het zeker. Bij het meldpunt heeft Stroomopwaarts ook de kindregeling. Daarbij zit het schuldhulpverleningsaanbod. Het is iets wat Stroomopwaarts aanbiedt aan kinderen die zijn geraakt door de toeslagenaffaire. Hier kunnen kinderen zich voor aanmelden tot 1 november. Daarnaast hebben de kinderen ook recht op dezelfde hulp als volwassenen. Zoals hulp bij het vinden van een baan. Hiervoor aanmelden kan wel na 1 november. Het is zo dat als kinderen problematische schulden hebben, dat betekent dat ze dan binnen 3 jaar de schulden niet kunnen afbetalen. Dan gaan wij een saneringskrediet proberen te regelen met de schuldeisers. Gaan wij onderhandelen met de schuldeisers. En de terugbetaling moet normaal gesproken, moeten mensen dat zelf doen. Maar in dit geval wordt dat overgenomen door het Rijk. Dus die mensen hoeven zelf niets te betalen. Ik vind dat zeker goed. Ik bedoel, tuurlijk, het ouder die maakt het mee, hè? Die maakt de schulden mee. Maar de kind wordt qua emotioneel, of laat me zo zeggen, ze kijken naar de ouder en ze zien van, hey, mijn ouders die raken in de stress. En die stress krijgen ze dan ook. He, dat stukje maken ze dus dan weer mee. Maar je hebt ook kinderen die volwassen zijn, die komen ook in schulden terecht. En de kindregeling vind ik gewoon dat ze daar ook gewoon ook recht op hebben. Ik kan me voorstellen dat de overheid jou veel pijn heeft gedaan. Ja, tuurlijk. Maar niet alleen mij, maar ook mijn ouders, mijn broers. Ik heb zeker een breuk in de vertrouwen, maar wat zij nu doen qua herstel, ze geven toe dat ze fout zaten, dat is zo'n pluspuntje. Dat ze ook nog eens vergoeding geven en ook nog eens brede ondersteuning vanuit de gemeente. Dat ze dat allemaal regelen. En dat vind ik dat ze dan nu die fouten die ze hebben gemaakt, dat ze toch proberen weer recht te zetten om toch weer het vertrouwen van de men weer te kunnen
krijgen.